Welkom bij weer een nieuwe vlog. Oké, het is Madhouse. We zijn de hele familie aan het helpen. Professionele inpakker. 1 volle kar, 2 volle karren, 3 volle karren. En we zijn nog lang niet klaar. We zijn gewoon hetzelfde. Hoi! Birthday girl. Hoera. Dank jullie wel. My Mike in Galaxy daar. Feest je liefde. Mike gaat voor mij vandaag een outfit uitkiezen, aangezien hij jarig is. Ik had net een klapband. Een grote band eraf en die flitste echt naar 6 banen naar links. Oh my god. Oh my god. Welkom bij weer een nieuwe vlog. In deze vlog ga je heel veel zien, want we hebben weer heel veel gefilmd voor jullie. Ja, we gaan onder andere naar het Reinerskantoor. Laten we zien hoe we met ons team jullie leuke pakketjes allemaal inpakken. Harry en Sky komen langs voor te fotograferen. Ook hebben we 2 verjaardagen in deze vlog van Loesje. En van mijn allergrootste liefde Mike. Dus je ziet heel veel taartslingers voorbij komen. Feest na feest. We gaan het gewoon vieren natuurlijk met z'n tweeën. Maar... En ook krijgen Mike en ik een klapband. Dus ben jij nou benieuwd? Blijf kijken, blijf abonneren. Liken. En subscribe. Love Reiners. Oké, okay, dit is Madhouse. Jan en Liz zijn toevallig net even weg. We zijn met de hele familie aan het helpen. Romy, the first day after the baby. We zijn alles voor jullie aan het inpakken. Nou, niet alles. Dit is nu even van de laatste tijd. En iedereen is met ons aan het helpen. Super lief. Daar is ze hoor. Heet het. Professionele inpakker. Het is zo leuk. We hebben alles toon op toon. Nu heb ik bijvoorbeeld ook weer een leuke gele bikini. Daar heb ik helaas geen gele polybag bij. Dat is een beetje jammer. Maar... We hebben lintjes. We zijn alles leuk aan het inpakken. Leuk zeggen dat ik de leukste strikster ben. Liz is de leuke strikster. Als ze zo weer een pakketje moet inpakken, ga ik jou filmen. Ja. Dat was wel hoor, met Tiffany mooie strikken maken. Je hebt een cursus gehad hoor. Ja, ze heeft een cursus gehad. Nou. Wat? Wat hebben we gelijk? Is Walriem bij? Gelukkig is deze persoon gered. Anders krijg je een jurk zonder riem. Ah, hè? Het is allemaal wat. I love the neon colors. Nou, bed. Wat een mooie strik. Proud on you. Ze is ook wel aardig, dit meisje. Een lolly bij. Een lolly bij. Oh, val ik bijna. Ja, ja. Over die doos. En de groene. Chill op 10. Hoe mooi is die? Een 11. Alleen nog echt een groene bij, hè? Wil je? Heb ik al. What are you saying? Waar is mijn telefoon? Oh, hier is mijn telefoon. Oh, PostNL Amsterdam, maar we hebben 1 volle kar, 2 volle karren, 3 volle karren en bij de luiken staan er ook nog 3. We did our job. Oké, ik ga nu dat naar voren schuiven. Hoe leuk, al die zakken. 1, 2, 3, 4, 5, 4, yay! En we zijn nog lang niet klaar, we hebben in ieder geval 5 volle karren, hè, Sjoel? We did our best, we did our best. Nou, we hebben allemaal veel mazzel, we gaan nu verder. Oh, en nu hebben we weer groen. Dat is toch te beeldig. Leuk. Oh, het kopje. Ja, leuk. Je moet dat plukje even naar voren. Ik pak je lekker hoor. Ja. Leuk, Sky. Een hand in je zij. Een kusje. Leuk. En dan ga ik een filmpje voor je maken. Dan mag je draaien. Nog een keer draaien. Mooi, Sky. Je bent zo mooi. Sky draagt hier de maat 8. Zit het lekker? Ja. Ja? Oh, gelukkig. Nou, Harley heeft even aangetrokken hoor. We zijn gewoon hetzelfde. Hoe leuk. Oh, ik wil dit ook. Ja, hoe leuk. Beetje hond. Ja. Ben je mooi. Doe maar nog een rondje hoor. We zijn natuurlijk met z'n allen gaan helpen inpakken voor de webshopbestellingen. Ja. We hebben natuurlijk volgens alle maatregelen gedaan. We staan met de tafels uit elkaar. Ik en Marie staan het meest naast elkaar. Of ik en Mike dan. Aangezien we natuurlijk ook eigenlijk zowat elke dag bij elkaar zijn en het ene huishouden komen. Dus voordat we daar comments over krijgen, we hebben natuurlijk alle voorzorgsmaatregelen genomen. Handgel, handen was eventjes gezegd hebben voordat er wordt veroordeeld. We vonden het super leuk om alle pakketjes in te pakken. Zowel boven de 150 euro besteding kon het allemaal heel leuk inpakken. Met leuk tissuepaper en een leuk lintje. Dat vonden wij zelf heel leuk om te doen. En om het even als team helemaal doen. Marie en onze nichten zijn komen helpen. Lorelis, Jetje, Mike is komen helpen. Die vindt het niet leuk om te doen natuurlijk, maar die helpt heel graag mee. Gewoon alle hulp wat we nu hebben is natuurlijk handig. En we hebben super veel leuke dingen al voorbij gekomen, maar vooral nou zien wij dat natuurlijk op Instagram. Nu deze tijd dat jullie pakketjes helemaal filmen en dat iedereen wel de bikinis en ons hoge zomerpakketje aan heeft. En jullie quarantine outfits filmen. Dus ook of jullie nou in de tuin liggen in de Rijns bikini of thuis op de bank. De slippertjes. We zien alles en dat waarderen we echt enorm voor de support. We vinden het ook echt heel erg leuk om te zien dat er
zo. Eigenlijk wordt er nog steeds heel veel positief op gereageerd, ondanks deze tijd. Dus daar zijn we heel blij mee, dus dankjewel. En wij blijven doorgaan met sommige pakketjes inpakken. Dus soms hebben jullie een pakketje ontvangen wat door mij en Marie is ingepakt. Ja, soms door mij. Zo druk, vanwege dat nu denk ik iedereen online zit en ook maar denkt van ik moet toch wat en iedereen gaat maar online kopen. Wat je ook natuurlijk nu heel veel ziet, ook bij andere merken. En je krijgt natuurlijk heel veel nieuwe drops. We hebben nu ook wel weer kimono's als je dit kijkt binnen. En de scrunchies zijn echt onwijs geliefd ook. En de swimsuit met sequins en bikinis is een van mijn favorieten wat ook weer binnenkomt. Dus zo blijven bezig en zo blijven we willen ook wel weer binnenkort een leuke winactie bedenken. Dus hou onze Instagram even in de gaten. Want ik vind het zo leuk dat jullie ons supporten dat we ook wel iets terug willen doen. Zeker. Dus zo, watch us out. Marie heeft mij zo net opgehaald. Is die scherp, ja. Want Loesje is vandaag jarig. Dat is mijn gordel, maar we zijn er echt met 1 seconde. Dus wij gaan nu naar mama de tuin, aangezien daar de ruimte wat groter is. Dan komen ze even snel langs. Doen we een taartje, geef ze cadeau, want ze is 25 jaar geworden. Dan voelt het toch nog een beetje als ze jarig is. Ondertussen valt Stinky in slaap in de zon. Oh. Dus dat gaan wij filmen. Oké, we zijn bij mama. We hebben een hele mooie taart van Maria Sweet Cakery. Maar die pakken we straks open. Hier zit een heel leuk cadeau in wat ze al jaren wil. Twee cadeaus. Ook haar Sleeping Beauty Mask. En hebben we nog iets heel schattigs voor haar gemaakt. Een Besties Box. Een Bestie Box. We zijn heel benieuwd, want ze wil dit cadeau echt al jaren. Hoe ze gaat reageren. Nou, Loes is er hoor. Op afstand. Wat heb ik een leuk tasje bij jullie. Gefeliciteerd. Ja, allemaal op afstand zitten we hier. Nu wachten op de prinses. Op prinses Loesje. We hebben een spijker gevoel vandaag. Denim on denim. Hoera, hoera. Dat kan je wel zien, dat is fijn. En zingen wij met z'n tweeën zo lekker. De 25th birthday girl. Hoera, dat kan je wel zien, dat is zij. En daarom zingen wij blij. Hoera, hoera, zijn leven lang. Hoera, hoera. Jezus. Lang zal Loesje leven. In de glorie. Ja, in de... Ja. Nou, daar gaat ze hoor. Ik weet niet wat het is. Oké, al je cadeaus al. Onverwachts thuis, ik ben er niet. Oh, dus ze had alles al gezien. Buiten, jongens. Oh, ja. Lekker. Kijk, Stinky kijken. Stinky mag wel gedag zeggen. Heel goed, niet zo'n schaar hebben. Give it to me. Wat is dit? Is schaar nodig? Ja, ik denk het wel. Oh, wat vervelend. Oh, wat frustrerend. Wat kan je nou doen, joh? Ja, in de pakken. Het lukt er wel, hoor. Oh, gooi maar daar naartoe. Gooi maar. Het is al gelukt. Oh, jongens. Oh, wat erg dit. Wow. Het is steeds erger. Oh. Is dit schattig. Ja, lieve. Nou, wat leuk. Voor je ogen, want je zo ook traanogen hebt. Wat leuk dit. Kan je een beeld slapen? Nee. Oh my god. Dit is toch geweldig. Leuk, hè? Oh my god. Kaarsen zijn ook leuk. Het sjaaltje kan er ook af, hè? Ja, yeah, I know. Hoe leuk is die? Mooi, oh, yeah. Ik vind hem zo schattig. Lief, hè? Dank jullie wel. Alsjeblieft. Allemaal. Misverkiezing. Heel mooi. Wat mooi. Wat goed. Oh, is dat weer mooi gemaakt, hè? Je masker op je kop. Ja. Marie zei dat je daarmee slaapt. Ja, klopt. Klopt dat? Daar vind ik ook zo mooi gebleven. Maar dan mag je niet met je mond open liggen. Nee. Er denk ik best wel veel in. Nou, een lippenstiftje en een telefoon. Oh ja. All we need. Meer heb je niet nodig. A little gift for you. Een BFF box. Een BFF box. Yes. Oh, hij is echt heel mooi. Ja. Mooi is deze taart. Happy birthday 25. Making of. Leuk. Ja. Birthday van Loesje. Vond ze haar afstandfeestje leuk? Nou, het was dus, we wilden iets doen voor Loesje haar 15e verjaardag. Ze is namelijk 25 geworden. Ze heeft nu een nieuw huisje, alleen het is voor ons erbij en dan nog even onze moeder. Was het te klein om echt die afstand te houden? Dus toen dachten we, nou, hoezo doen we het niet in de tuin? Dan laten we Loesje daar zitten. En wij in de andere hoek. Daar. En ik, Marie en mijn moeder wat dichter bij elkaar, maar ook weer niet te dicht. Wij zaten dan wel bij elkaar. Ja. Dus zo hebben we toch nog een beetje een feestje kunnen vieren. Het was maar even een taartje eten en weer weg. Maar ze was heel blij.
blij mee. We hebben een hele mooie taart weer laten regelen door Maria Sweet Cakery. Dus daar voelde ze zich wel echt jarig door. En we hebben een heel mooi cadeau van Bo Berends aan haar gegeven. Ja, een heel mooi Balenciaga tas. Met Loesje slaapmasker, want daar slaapt ze dus altijd mee. Dat wist ik dus niet eens. Loesje slaapt met oordoppen, het liefst in, en een slaapmasker. Heel charmant. En ze had echt volgens mij nu echt zo'n slaapmasker nog van Hunk Miller. Dus wij dachten, dan is het natuurlijk wel super beeldig als je er helemaal beeldig bij ligt in bed. Met zo'n Balenciaga maskertje. Ik wist ook helemaal niet dat ze dat hadden. Dus dat Bo dat ook op de website had, ik dacht, dat is wel een leuk grapje voor erbij. Dus ze is wel mega verveend. Dus ze voelde zich wel echt jarig. En daar gaat het om. Ze zag er ook super leuk uit. Ze had toch nog zelf een jurkje aangedaan en hakjes. Echt wel even make-upje op. Dus dat vinden we wel ook belangrijk. Dat je het wel nog een beetje. Ja, je moet als je jarig bent wel een beetje leuk aankleden. En toch ja, een beetje stimuleren. Dat maakt je ook al meer jarig dan dat je normaal de deur uitgaat en er niks aan doet. Ja. Dus we hebben ons best gedaan. We hebben ballonnen, had Loes meegenomen op afstand, taartje. En toen zijn we weer allemaal naar huis gegaan. Ja. Ook weer niet te lang erover gedaan, natuurlijk. Dus Loes was heel blij. Maar we gaan het zeker nog een keer inhalen met een groot feest. Ja, dat moet wel. We willen sowieso echt al onze verjaardagen. Ook van ons, van Jim, van Mike, van Loesje, van mama. Gewoon allemaal nog een keer groot vieren met z'n allen. Wanneer de tijd zover is. Met z'n allen uit eten. Ja. Mijn mama heeft het huis versierd voor Mike's verjaardag. Mike houdt van sterren en van de ruimte. Dus alles heeft een beetje sterretjes. En ze heeft echt alles zo super mooi versierd. Echt zo leuk best gedaan. En hier hangt een zonpiñata. Waar we nog snoep in moeten doen en moeten vullen. Ik ga stuk. Yes, Stink. Want Mike is bijna jarig. Ja. Oké, ik heb zelf nog wat versiering toegevoegd. Mijn vriend houdt heel veel van de ruimte. Van de Galaxy en van de Milky Way. Dus ik heb nu alle planeten gekocht die er zijn. En ook aan de andere kant. Hij heeft het al gezien. En nu ga ik eventjes zonnen bij mama in de tuin. De tuin is groot genoeg om op afstand te zonnen. Dus daar gaan we zo eventjes heen lopen. En vandaag ontvang ik zijn Greetsballon als cadeau. Zijn schoenen als cadeau. En nog een taart van Maria. Dus ik ben heel benieuwd. Ik wil toch, ondanks het quarantainetijd is, zoveel mogelijk jarig laten voelen. En dan gaan wij maandag naar Angkor rijden. Om lekker eten te halen. Dat in de auto opeten. Zo hoop ik toch omdat hij een beetje jarig is. Oké, Mike zijn vierde cadeau vandaag. Versiering was eigenlijk cadeau nummer 1. Hoe leuk is het allemaal versierd. Dit is een hele grote ballon. Met een hele lieve kaart. Krijgt hij morgen nog zijn taart. En zijn twee paar schoenen. Dus ik ben heel benieuwd wat hij er allemaal van vindt. En dan gaan we alles samen even openmaken. Ik ben net even heerlijk gezond. Ik ben super bruin geworden. Al zeg ik het zelf. Dus heerlijk even in het zonnetje gelegen. En ik dacht lekker Mike's hoodie. En nu gaan we lekker koken. En even helemaal niks doen. En er is weer een cadeautje bij. Woep woep. Hallo. Oké, loop maar naar de koelkast. Dum dum dum. Dan moet hem toch meenemen vanaf Marie de huis naar... Oh, je ziet hem niet zo goed. Niet laten vallen, hè? Ben ik best wel onhandig. Ja, ik ook. Oh, de raket valt. Hoi. Oh ja. Ik vind hem echt leuk. Maar je staat precies niet in het licht. Space taart. Ja, lekker. Leuk, hè? Niet zo eten. Wat? Ja, niet zo eten. Nee, je bent morgen pas jarig. Leuk, hè? Oh my god. Het is nu 4:58. Oeh, my baby woman party. Oké, maar ik kan niet wachten. Het is nu net 12 uur om de taart te proeven. Het is echt 2:12. Maar goed, maakt niet uit. Maar ik kan niet wachten om te proeven hoe de taart smaakt. We hebben hem alleen zelf. Oh my, de space shuttle. Hij zat dus zo heel mooi tegen de taart aan. Staat er op? My Mike, een galaxy taart. Wat ben je aan het lachen? Feest je liefde. Ik ben benieuwd hoe die smaakt. You said we got a problem. We got a problem. He's 29. His last year is 20. Mm-hmm. 20 or... Ow. We proberen het nog een keer aan te krijgen, maar dat is nog wel een dingetje. You said we got a problem. Now we really got a problem. Wel een leuk filmpje maken, maar... No. Woo! Eating cake in the midnight. Je slaapt op de bank vanavond. Woo! Alle versieringen om ons heen. Dan hebben we de birthday van ons Mike. Van Mike. Nou, het was dus heel grappig. Ik heb er
alles aangedaan om een jaar te laten voelen. Want het was onze eerste verjaardag samen. Het is goed gelukt. Als koppel. Want hiervoor had ik wel heel veel verjaardagen gevierd. Maar wij hebben nooit een koppel. Nou, als eerste heb ik toen hij hier dus stond te helpen met de webshopbestelling. Heeft mama het hele huis versierd voor mij. Als verrassing. Als verrassing. Ik had een glitzballon besteld. Als tweede verrassing. Hij dacht dat het een knuppel was, toch? Hij dacht dat het een knuppel was. Dat is een champagneglas. Met alles op glitz was uitverkocht. Want ik wilde eigenlijk iets van ruimte bestellen. Ik had een taart besteld van Maria Sweet Cake. Dit is verrassing nummer 3. Waarvoor heb je alles in Galaxy thema gedaan voor ons, Mike? Mike die houdt gewoon heel erg veel van de ruimte. En die weet er ook alles over. Ik vind het ook gewoon heel interessant. Hij is ook heel graag met een heel mooi nieuw project bezig over de ruimte. En ja, dus vandaar dat we eigenlijk een soort thema. Een soort van thema heb gemaakt van Galaxy thema. Tot in de ballonnen, tot in de taart. Tot een raket, tot space shuttles. Alles. Alles. Maar Galaxy heb ik gevonden. En ik had nog een 2 paar schoenen voor besteld. En toen waren eigenlijk de verrassingen wel een beetje op. Hij voelde zich mega jarig. The morning after. Oh, het ziet er echt als een heel bloederig iets uit. Maar de sham. Voor een hartje. Croissantjes in the making. For my love. Aangezien ik niet iets anders culinairs kan maken. wij gaan straks lekker met mama een taartje doen. En dan gaan we naar Mike's familie een taartje afgeven. En dan gaan wij naar Encore sociale eten halen. En het in de auto lekker opeten. En dan gaan we in de avond naar huis, nemen pornstars mee. En dan gaan we een party van maken. En wat zeg je nou voor rare zin? We gaan de pornstar meenemen thuis. Het zijn pornstar martinis. Het zijn cocktails. Wodka, passion fruit. En vanille, dat is het enige drankje wat ik lekker vind als ik het drink. It's a party! Ik denk dat we echt 6 sponsors gaan bestellen en dan helemaal gezellig een filmpje anders gaan opzetten. En dan hier thuis verder vieren. Oké, let niet op de troep, girls en boys. Maar Mike gaat voor mij vandaag een outfit uitkiezen, aangezien hij jarig is. Hij mag zelf bepalen wat ik dan aandoe vandaag. Dus ik ben heel benieuwd wat hij gaat uitkiezen. Wat hij mij het leukst vindt staan. Hij wil dus dat ik gewoon een simpel hemdje aandoe, wat ik nu aan heb. Met de lijnen sportlegging, want dat vindt hij mij momenteel het mooiste staan. Dus dat ga ik dan maar aandoen vandaag. En dan ga ik zelf even kijken hoe ik het een beetje ga opleunen met een jasje. Of hij moet er ook een idee voor hebben en doe ik het ook. Gaan we nu even mijn make-uppen. Ook dat mag je bepalen wat ik vandaag ga doen. Zo probeer ik toch een beetje je verjaardag leuk te maken. Ik hoop dat hij kiest voor een smokey. En niet dat hij zegt geen make-up vandaag, want anders moet ik zo de deur gaan uit. Ik vind toch wel leuk om een beetje leuk versierd naar buiten te gaan. Oké. Mike voelde dat ik vandaag een smokey op deed. Dat heb ik nu gedaan. Ik heb nu een smokey gedaan. En een beetje heel veel highlight. Kijk, een stinkje. En dan moet ik alleen nog even een jasje aandoen, schoentjes. En dan ben ik ready to go. Kanye, we gaan nu weg. Rustig. Dit is het lookje. Kanye. Sst. Hij is bang dat ik weg ga zonder hem. Dit is het lookje geworden. Reiner sportlegging, hemdje, mama haar jasje, Yves Saint Laurent tas. En dan de crème triple S. Mike's favorite outfit van mij. Hij mocht mijn outfit uitkiezen. Dat is de volgende vraag. Wat ik eigenlijk zeg, je mag alles bepalen wat ik aan, wat jij mooi vindt. En hij kwam eigenlijk met een heel simpel strak hemdje. Een strakke Reiner legging en mama de franje jasje. Dus dat vond hij eigenlijk het allerleukste. Ik vond het outfit. Nou, hij was jarig. Hij was jarig, dus hij kwam eerst met een pimpel paarse jas met een rode broek. Noem maar op, maar dat is echt prima als jij wil dat ik het aan heb, maar dat was een grapje. Oh. Ja, we gaan er niet weg. Ga rustig zitten. Eet je bordje maar rustig op. Oh, hij denkt gewoon ik hem achterlaat en een bordje neerleg. Slim ik. Oké, wij gaan vandaag aan de route, want wij gaan taartje brengen langs iedereen. Zo, kom in jongen. Waarom ben je zo donker? Nee, jij nog steeds niet. Congratulations. Hello. Thank you, thank you, thank you. Volgende stop bij Talented Honey. Jullie staat op het balkonnetje te zwaaien naar mij. Maar we kunnen de straat niet in, dus ja, het is even niet anders. Onze tante. Onze tante. Onze tante. En het grootste stukje taart moet je ze meegeven wat in die tas zit. Pak die andere, ja, als je die andere erbij pakt, zie je welke groter is. Die. Ja, en dan moet je die schoenendoos ook iets verder opzetten, hè? Huh? Dat je het hier moet neerzetten, want anders... is het alsnog dichtbij? Mag ook? Sneller gaan? Nee. Mag ook? Hola! Wat heb jij mooie slippers aan? Hoi Jackie! Hola, hola! Gefeliciteerd! Dankjewel, jij ook gefeliciteerd! Ja, dat krijg ik het over Mike. Ja, leuk! Ze zijn heel leuk! Ja, super vet. Heb je ze gezien al? Ja, heel vet. Ja, ze zijn echt heel gaaf. Ik neem mijn bed uit. Oh, heerlijk! Dus Mike toch nog een beetje jarig. Wat? We zijn niet goed, nee. Jojo, kijk, daar zijn ze! Woep, woep, woep. Hey! Hallo! Nou, Loes is hier ook. Ik zit hier gewoon naast. Loes zit hier lekker in bikini. Foto's te maken, koffie. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Cadeautje meteen mee. Ja, schat, dan gaan wij weer. Oké. Ik had net een klapband.
Toch jij? Dan neem je toch een klapband? Ja, super. Dus we stonden net aan de zijkant van de snelweg. Dus ons idee gaat helaas niet door. Beetje schrik erin zitten. Dus nu gaan we maar weer naar huis. En iets thuis bestellen. Dat is wel jammer, want we hadden daar meegenomen cadeaus. Maar goed. Stelt die scherp? Ja, take 2. Oké, we zitten nu toch onderweg weer naar Den Haag. Auto is gemaakt. Klapband. Klapband gehad. Achter de reling gestaan. Achter de reling gestaan. Niet gevlogd aangezien ik een beetje in shock was. Maar nu toch weer de weg op naar Den Haag. Als hij mijn jarig is. Ja. Oké, schatje, veel zo. Wij zijn aan het wachten bij Encore tot onze takeaway klaar is. Met Romeintje. Ja. We gaan toch nog voor Mike's verjaardag toch nog naar Den Haag gereden. En toch nog Encore halen. Dan gaan we lekker met z'n een heel klein groepje uit elkaar opeten. En dan gaan we lekker het verjaardag vieren. Nou, we hebben het hoor. Helemaal ingeladen en wel. Zijn we weer onderweg naar I. Ja, de klapband. Oh my god. Oh my god. We hadden dus iedereen een taartje gebracht van Maria de Taart. Om toch een beetje verjaardagsgevoel te geven. En wilde dus ook een taartje brengen langs zijn moeder. En toen hadden wij dus midden op de snelweg een klapband. Er is niks ernstig gebeurd. Maar je hoorde het gelukkig op tijd. Ik hoorde iets trillen. Toen dacht ik, nou laat. Maar ik reed gelukkig al helemaal aan de rechterbaan. Dus ik denk, laat ik aan de zijkant af gaan schaan. En op het moment dat ik naar de zijkant reed, schoot de band eraf. En die flitste echt naar 6 banen naar links. Ja. Dus er is niks gebeurd. Maar het was wel even schrik van. Dat het gewoon een lekker band is geweest. Omdat we ergens in hebben gereden. En dan opeens plotseling, gelukkig kennen we de auto goed. En dan hoorde je het op tijd. Ik hoor mensen het dachten echt van, oh god, klapband. Het is natuurlijk ook best wel heftig. Het was ook wel heftig. Ik was ook een beetje in shock. Maar er is uiteindelijk niks gebeurd. En we hebben op zich maar een uur moeten wachten. Want Jaime, Maria's vriend en schoonvader zijn gekomen om de band te vervangen. En die zijn allebei automonteur en zitten in de auto's. Dus eigenlijk hebben we niet te lang hoeven te wachten. Maar het was wel natuurlijk voor zijn verjaardag. Stond we een uur in de vangrail. Maar hebben we een soort van dansjes gedaan. En nadat alles hier helemaal in orde was, ben jij gewoon nog naar Den Haag gereden. Ja, om toch nog Encore te halen. Want het is Mike's lievelingsrestaurant van de laatste tijd. Ja. Om toch nog naar de af te halen en dan toch nog best een soort van uit eten. Te eten op afstand natuurlijk uiteraard weer. Dus we hebben toch nog een beetje verjaardag gevierd. En welke taart was lekker? Die van Mike of die van Loesje? Ik denk die van Loesje. Die van Loesje was dus met heerlijke Nutella. Hazelnoot ook. Maar die van Mike was weer met brownie en amandel. Ja. Ik denk Mike's taart. Ja, ik lig een beetje aan. Van Mike's taart kan je echt maar één puntje eten. En van Loesje. Ja, die was wat luchtiger. Die was wat luchtiger, daar kan je wel wat meer van op. Maar wat Maria doet, kan hij helemaal zelf je smaak bepalen. Het is echt een meatballs. Het is een meatballs. Dus ze waren beide heerlijk. Het is inderdaad. Maar wel en ze allebei zien er ook heel erg mooi uit. En ze smaken dus heel lekker. Dat vinden beide dus heel belangrijk bij taart. Dat het ook echt lekker is van smaak. Meestal is dat ook niet het geval. Dat ze er alleen maar leuk uitzien. En dat de smaak niet lekker is. Wat jullie volgende week in de vlog gaan zien is de Pillow Challenge. Maria en ik gaan de Pillow Challenge opnemen. We zien het heel veel voorbij komen op Instagram. En wij denken van ja, dit moeten wij natuurlijk ook doen. Moet je voorstellen dat al onze medewerkers nu, behalve dus alleen Yara, onze achterkant zien. Dus wat je voorbij ziet komen is volgende week de Pillow Challenge. Dus wij gaan echt helemaal stuk. Dit is zo dik materiaal. Wij moeten die bukkelbel 2 keer omshield, dat ze bijna een rughernia heeft. Maar alles voor de gram, alles voor de foto. Dus dat is heel erg leuk dat we mee gaan nemen als film. Ik ga mijn make-up tutorial opnemen. Het is nog steeds iets van gekomen. Ik heb nog steeds heel veel vragen naar. Dus ja, de smoke jij. Deze look komt er. En nog waarschijnlijk nog zoveel meer. Maar de week is pas net begonnen. Dus we houden jullie op de hoogte. En ook voor de winactie. Dus zullen wij ook deze week even op Instagram aankondigen. Dus als je daar benieuwd bent, moet je even onze Instagram in de gaten houden. Oké. Okay, love Reiners. Dus deze look komt volgende week online. Of wel welke wat je aan hebt. Oh ja, ik draag vandaag op de couch dit tie-dye Antarsia hemdje met een rok. En Marie, die loopt nu weg, maar die heeft ook iets heel leuks aan. Die heeft... Open sweater back. Met een rok nu een keer gekomen, dit als jurkje. Met een rok als jurkje. Ik had een beetje koud vanochtend, dus dan heb je gewoon een hele rug gewoon bedekt. Heerlijk. Al zeg ik het zelf. En die is bijna uitverkocht, jongens, die top. Dus be quick, alles wat uitverkocht is, wordt niet meer aangevuld. Ik krijg heel veel de vraag naar, maar... Nou, we hebben veel leuker besteld wat je wel.